één man kwijt. Buitenom bij de tweede. Dan de voorzet. Voor wie? Ellen Jansen. En de redding van Sandra Paños. Goeie bal op Ellen Jansen. Voor de goal is Berenstein. De bal wordt net gepakt door Sandra Paños. Een verraderlijk schot nog van Barcelona. Poging van Olga Garcia. Maar de bal wordt goed gered door een van de uitblinkers van vorige week aan Twente zijde. Doelman Barbara Lorsheid. Dat is aan haar te danken dat Twente nog met enig perspectief aan deze wedstrijd begint. De nederlaag had vorige week veel ruimer kunnen uitvallen. Daar is dan de goal voor Barcelona. De hoekschop die bij de tweede paal wordt neergelegd. Teruggekopt door Roet. En bij de tweede paal is natuurlijk weer Hermoso. Wie anders? Zij laten het nu over aan Marta. Renate Jansen. In duel met Torrejón. De maakster van de 1-0 in deze wedstrijd. Voorzet van Renate Jansen. Bijna bij Ellen Jansen. Kiepster zit mis. En uiteindelijk heeft ze de bal voordat Linette Berenstein iets kan uitrichten. Unzoe. Daar kan iemand de bal zomaar aannemen in de 16 meter. Dan gaat de speelster van Twente onderuit. En dan is het zomaar 2-0 voor Barcelona. De bal wordt in de 16 meter gepopt vanaf de rechterkant van het veld. Dan is het al 2 verdedigers tegen 2 aanvallers. En als een van die verdedigers dan onderuit gaat, dan is het een koud kunstje voor Andressa Alves. Om van dichtbij die bal binnen te tikken. Het is Roetgering die onderuit gaat. De aanvoerster van FC Twente vrouwen. Het is Kerkdijk die mistrapt. En Andressa Alves die raaktrapt. 2-0 voor Barcelona. Dat nu nog comfortabeler op weg kan naar de kwartfinales. Hoofd Twente moet nog 4 keer scoren in deze wedstrijd. Nou, wellicht hier zie je de eerste in de maak. Berenstein geeft voor. Die bal wordt niet aan een ploeggenoot gegeven. En ook niet in eigen doel gewerkt door Barcelona. Alexia komt daar toch aan de bal. Alexia legt terug en dan had dat zomaar de 3-0 kunnen zijn. Maar Hermoso krijgt de bal net niet op maat. Jill Roort. Laat haar niet schieten, want ze kan wel scoren. Ze kan opbreed leggen naar Renate Jansen. En het schot wordt dan gepakt door Sandra Paños. Worm houdt de bal binnen. Poging van Renate Jansen. Hoe is het Onzia? Het is Onzia met het schot uit de tweede lijn. En Gethan. Het hele kleine speelstertje dus, maar wel behendig. Ja, ze dolt als gewoon Siri Worm. Bal is binnengebleven. Hermoso gaat ze dan toch scoren? Nee! Goeie redding van Barbara Lorsheid. Aanval van Barcelona loopt nog door. Melanie. Ouahabi. En ook die bal is een prooi voor Lorsheid, de keepster van FC Twente. Het is niet het record dat vorig jaar werd gebroken bij dezezelfde wedstrijd. Toen er dik 15.000 toeschouwers waren. Maar het blijft wel ongekend veel, zeker in deze fase van de Champions League. Het zijn aantal toeschouwersaantallen die veel wenkbrauwen doen fronsen in de rest van Europa. Want daar zijn ze dat niet gewend. Het is misschien ook wel de verklaring dat Enschede de komende zomer de finale heeft toegewezen gekregen op het EK voetbal. Terwijl hier Barcelona weer weg is. Goeie voorzet. En daar is dan de 3-0. Ze is maar 1,40 meter, maar ze kan rennen als de snelste. Deze Ange Engessan. En ze heeft ook nog een prima voorzet in dat kleine rechterbeentje van haar. Als ze weg is, dan is ze niet meer te achterhalen. En als ze dan nog eens de ruimte heeft voor een goede voorzet. Ja, dan is het dus raak. Barcelona op een 3-0 voorsprong op deze goal van Barbara Latorre. Hermoso. Daar gaat ze weer. En Gessan.
En Gesan, de Ivoriaanse, met een schot in de korte hoek. En die gaat er ook nog in. Groot is ze niet, maar de acties die ze laat zien, die mogen er wel degelijk zijn. Nu doelt ze daar Maud Rutgering. En het schot in de korte hoek had ook nog wel gepakt mogen worden door Barbara Losheid. Want het was niet eens echt in de hoek. Maar het feestje is er niet minder om van deze Ivoriaanse. En daar is dan het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Mitsi. Zelfs de eretreffer was FC Twente nog niet gegund in deze wedstrijd. Na de 1-0 nederlaag in Barcelona was de ploeg uit Spanje nu duidelijk te sterk. Met grote cijfers winnen ze hier in de Grolsvesten. Daar zag het in de openingsfase nog niet naar uit. Toen kreeg Twente allerlei mogelijkheden. Maar net als in Spanje vorige week is Barcelona een van de eerste de beste mogelijkheden wel te verzilveren. En toen wist Twente eigenlijk al wel dat een plekje in de kwartfinale een utopie was.